Thank you, guys. We'll be taking some questions now. That's all we have time for today. Thank you. Thank you all for waiting. We'll be taking questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. The target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? Oké, Dwayninho en Ronaldo hebben het eindelijk bijgelegd, gelukkig. En Dwayninho heeft besloten om volgend seizoen te spelen als rechtsbuiten. Maar natuurlijk moeten wij nog steeds die boete inlossen. We zijn dus nu een 75 algemeen. En dan zouden we dus nu moeten upgraden naar 80. Maar door die boete mogen wij dat dus niet doen. Dus dan blijven we dus op een 75 staan. Maar we moeten dus wel Dwayninho veranderen naar een rechtsbuiten. Oké, luister dan. We gaan een paar dingen doen. Trouwens, er ging wat fout in de... Wow, wacht even. Even een screenshot maken van deze. Juist. Mooie beelden. Mooie beelden. Maar er ging dus wat fout in de vorige opname. Waardoor jullie dus eigenlijk niet konden zien wat ik had geupgrade. We zijn dus nu een 75 algemeen. Maar we gaan het nu even laten zien. Want we gaan van Dwayninho een rechtsbuiten maken. En kijk. We hebben ten eerste nog een perk slot ontgrendeld. Maar we beginnen bij dit. We worden een... Wow. Wat is het beste dan? Dit toch? Ja, dit. Luister dan. En dit gaan we ook veranderen. Maar kom goed. Dit gaan we niet hier doen. Kijk, wacht even terug. Want we gaan een speed demon maken van deze man. Maar dat gaan we hier doen. Luister dan. Luister. Deze man gaat de snelste speler aller tijden worden. En om dat te doen, even kijken. Hij wordt heel klein, dat wel. Maar geloof me, hij wordt wel... Even kijken, oh, dit. Dit, hè? Dit wordt het. Oké, het volgende wat wij gaan doen. Kijk, dit is wat het was. Ik had dus... even kijken. Wat had ik ongeveer gedaan? Dit had ik gedaan sowieso. Vierstar skiller. Dat ga ik zo laten. Als rechtsbuiten moet je minimaal een vierstar skiller zijn. Wat is dit? Kijk, dribbelen moet eigenlijk wel omhoog. Bouwcontrole moet veel meer omhoog. We hebben 28 punten. Dit. Nu. Wat? Dat is te weinig, jongens. Even kijken. Deze moet ik dan doen, hè? Bam. Ja, toch? Oké, nu is het goed. Dan hebben we... Wacht even. Vijfstar skiller, my guys. Vijfstar skiller. Luister, ik wil het eigenlijk gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Maar, we moeten een paar dingen gaan veranderen. Ik ben dus... Kijk, vrij trappen specialist. Wat is het algemeen van Dwayninho op dit moment? We zijn een 77. We mogen... maximaal een 75 zijn. Dus we moeten een paar dingen nog gaan veranderen. Nou, kijk. Dribbelen is heel belangrijk. We zijn dus nu vrij goed. Wacht even. We zijn een 5-star skiller. Maar, kijk. Pasen moet veel beter. Snelheid is... Luister. Jullie zien het goed, man. Jullie hebben het goed gezien. Ik ben de snelste speler van de wereld. Niet van Manchester United. Niet van de Premier League. Niet van Nederland. Van de wereld. Jullie hebben het goed gezien. Maar misschien kan ik... Nee, want dit heb ik nodig, man. Dit heb ik sowieso nodig. Oké. Kijk, dit wil ik ook niet. Maar wat ik wel kan veranderen is misschien... Kijk, lange afstand. Wacht even. Penalties heb ik niet nodig. Maar dan verlies ik dit, hè.
Ja, eigenlijk heb ik... Oeh, dit wordt lastig, wacht even hoor. Short power... Misschien kracht, als ik dit weghaal. Want we moeten natuurlijk wel een... Weet toch, dat is de boete, 75. Dat is de boete, we moeten wel... Wacht even, dan zou ik eigenlijk wel dit moeten doen, hè. Inlossen. Deze hoeft sowieso niet. Deze hoeft sowieso niet. Oké, wacht even. We zijn nu een, nog steeds een 77. We gaan moeten inleveren, jongens. We gaan... Oké, dan denk ik toch misschien... Oh, we gaan wel echt inleveren dan, man. Penalties heb ik niet nodig. Ja, oké, maar dan hebben we dus ook niet meer deze. Zeven... Ja, maar dan ben ik dus niet langer de vrije trap specialist. Ja, het is wat het is dan, hè. Even kijken. We zijn nog steeds een 77, bro. Ik denk voorlopig eventjes dan... Wacht even, ik wil even wat kijken als ik dit allemaal gewoon even weghaal. 76 algemeen, we moeten nog steeds inleveren. Dramatisch, jongens. We moeten... Wacht even, dit kunnen we sowieso niet inleveren. Want kijk, dan verliezen wij... Oh, wacht even, we verliezen dit. Ja, die wel, oké. Deze verliezen we dan ook. Even kijken. Ja, maar eigenlijk... Wat... Eerder dit. Kan dit ook? Wat dacht je van dit? Ik denk dit. Volgens mij heb ik het nu gefixt, toch? 76... Bro, dat dan moet ik bouwcontrole gaan inleveren, denk ik dan. Of snelheid. Toch wel snelheid. Dit is... Even kijken. 6 maanden. Wow, nog steeds een 76. Oké. Dan gaan we dit doen. Ja, moet wel. Even kijken. En nu, wauw, we hebben heel veel moeten inleveren. Maar ja, dit is maar voor 6 maanden. We zijn dus nu een 75 algemeen. We gaan even deze doen. De laatste perk. Nee. Oeh, deze zou wel kunnen. We gaan hem nu doen. Deze wil ik sowieso. Oh, ja. Deze wil ik sowieso. Deze wil ik. En dan de laatste... Ik denk deze. Ik denk wel deze. Ja, oké, luister dan. We zijn dus nu in 75 algemeen. 6 maanden lang. We gaan even kijken. Het schema. Wanneer kunnen wij naar een 80 gaan? Dit is december. Ja, juni hè. Volgend seizoen pas. Volgend seizoen pas. Maar wacht even. We zitten dus nu in de maand. Januari. Seizoen is... Welke plek staan we dan? Ik dacht het seizoen is voorbij, helemaal vergeten. Wacht even. Op welke plek staan we in de competitie? We staan op 3. Oké, we zitten midden in het seizoen. Wacht even. We spelen dus geen Champions League, maar Europa League, toch? Waar zijn we dan? We liggen er toch... Wacht even. Misschien wel Champions League. Misschien heb ik het helemaal fout. Hopelijk Champions League. Champions League. Wat is dit? Wat hebben we gewonnen? We hebben de Supercup gewonnen? Hoe hebben wij de Supercup gewonnen dan? Wat hebben wij gedaan vorig seizoen? We zijn wel door. Wacht even. We gaan het opnemen tegen Villarreal. Sorry, nu pas zie ik het. Oké, we doen dus wel mee in de Champions League. Even kijken. Het laatste wat ik ga doen. We gaan eventjes ietsjes aanpassen. Oké, nu is de vraag. Gaat hij spelen als rechtsbuiten, jongens? Gaat hij spelen als rechtsbuiten? De eerste wedstrijd terug bij Manchester United. Wacht even, hebben we nieuwe spelers gehad? We gaan even kijken. Casemiro is nu de beste speler bij Manchester. Hernandez speelt er nog. Goretzka hebben we gekocht. Waar is Fernandes? Maar wel, alsjeblieft, basisspeler. De Gea, Ronaldo is er nog steeds. Sancho, Anthony, Martinez, Sinkankov. Upamecano hebben we gekocht. McTominay is er. Coach hebben we gekocht. Pavard hebben we gekocht. En dat zijn de belangrijkste. Oké. Maar de vraag is... Luister dan. Even kijken. 0-0. 10 minuten te gaan. Rechtsback. Ha! Ten Hag. Oké, maar goed. Ik ga gewoon mijn best doen. Hij speelt mij als rechtsback. We gaan het accepteren. En zoals ik al zei, we hebben een paar dingen veranderd. Even kijken. 4 keer moet ik de bal terug heroveren. Nee, dat kan niet. 10 minuten. Maar ik ben wel super snel. Dus. Oké, ze hebben de bal. Ik wacht op die counter. Oké, jongens, kom op. Martial is eraf. Rechtsback. Iemand is geblesseerd. Dat is Martinez. Ik zie het wel. Goretzka. We hebben wel een gruwelijke speler gekocht. Ik ben snel. Ik ben heel snel.
Ronaldo mist hem? Ronaldo mist een uitgelezen mogelijkheid. Zag je die voorzet? Dat is met die nieuwe perk. Oh, Ronaldo moet afmaken. Jammer, man. Maar ja, we hebben het bijgelegd, jongens. Alles is weer in orde bij Manchester. De rust is teruggekeerd. Alleen ja, net moeten afmaken. Dat weet je ook wel. Wacht even. Kan ik de bal... Oké. Andere kant, jongen. Ik vraag hem wel. Oh. Balcontrole is goed. Ik ben een 5-star skiller, hè. Aan de kant. Aan de kant. Buiten. Maar wie stond er buiten? Sancho. Jij stond... Bro, mijn voorzetten zijn wel... Met die perk zijn ze wel goed. Alleen mijn passing is slecht qua rating, maar... Gelukkig met die perk valt het reuze mee. We gaan het weer proberen. Tussendoor. De pass. Op. Jammer, 4 minuten. We gaan het niet halen. Wacht even. FA Cup. We gaan dat verlengen. Oké, dus we moeten winnen. Van de bal gezet. Kan ik de bal... Help, help me, help me. Oeh, kom op, kom op. Ah! Even kijken, 2 minuten nog. Bal kwijt, ik ga terug, ik ga terug, ik ga terug. Ik ben zo snel. Ah! Terug, 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 terug. Sneller, sneller, sneller. Ah! Martinez! Wow, 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 wow. Kom maar. De Gea! Wacht even. Zin kan Kova geven. Waar ga je? Maak het ik zat echt met geduld te kijken, jongens. Nog geen doelpunt. En ik mag hem niet nemen, ja. FA Cup, jongens. Dit is de FA Cup! Doelpuntje! Wie is het? Bruno Fernandes met waarschijnlijk, oh, jawel, de winnende, want we zouden eigenlijk volgens mij gaan verlengen. Bruno Fernandes met de winnende in blessuretijd. Wat een heerlijk einde van deze wedstrijd. Scheids! Afgelopen! Dankjewel Bruno. Ah man, we hadden wel, ik bedoel van, ik had wel een kans op een assist, maar Ronaldo man. Maar goed, we gaan tenminste door. En FA Cup is belangrijk. Plus 5, dat betekent ik mag trainen, gelukkig. Helemaal vergeten, de regel. Helemaal vergeten. Oké, we kunnen trainen. Oké, een basisspeler, dat gaat nog wel even duren, hoor. Dat gaat nog wel even duren. Gaat wel de goede kant op. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. En hopelijk mag ik spelen als rechtsbuiten. Ik ga even voor de zekerheid kijken. Ik ben toch wel een rechtsbuiten, hè? Want, ja, ik ben een rechtsbuiten. Oké. We gaan het opnemen tegen Norwich. 2-0 voor. En ik ga spelen als... Weer als rechtsback? Coach! Dit is niet goed. Heb ik het eindelijk weer goed gemaakt met Ronaldo? Krijgen we dit? Mamma mia. Casimiro. Ik ben een 5-star skiller, my guys. Oh. Ik ga er gewoon well, zelf. Far away from full time now. And United is selling here. Well, they've controlled most of the game, haven't they? Oh. De snelheid is gemeen. Bro. Ik wil zeggen, Ronaldo. Het is ik zelf die het deed. Zag je die actie? Dat moet afmaken. Ik eet het. Maar kijk hoe snel ik ben nu. Bloedje snel. Coach. Just 10 minutes Ronaldo. De paas is niet goed. Nee, geen overname. We gaan verdedigen. Ik ben er, ik ben er, ik ben er, ik ben er. Ik ben er helemaal. Wacht even. Oh. Coach. Right, a good moment I think to get an update from Alex because there's been a goal at Anfield. De paas op Bruno, Bruno, Ronaldo, Ronaldo! 3-0. Juist. See you! We zijn helemaal terug, man. Dit moest zo zijn. Dit moest zo zijn, jongens. Gaan we voor de counter of gaan ze voor het schot? Gaan we voor het schot? Wat doen we dan? McLean. Kom niet in de buurt. Oké, we zijn weg. Christy. Ja, no. Oh. Oh. Je loopt in de weg. Ben je serieus? Wauw. And just 5 minutes remaining.
krijgen een herkansing. Oh, this is looking promising. Dat is de pas. Can they convert? Lekker man! Dankjewel! Lekker! Mijn assist! Mijn eerste assist van het seizoen is binnen. Ik ga waarschijnlijk minder doelpunten maken. Maar geloof me, ik ga ook scoren. Ik word gewoon de nieuwe Messi. Ik heb het gezegd. Ik ben gewoon de nieuwe Messi aan het worden. Kan ik onderscheppen of niet? Ja, verdedigend ben ik natuurlijk. Dat zijn niet mijn skills. Weet toch? Dat is niet mijn kwaliteit. Niet mijn talent. Ik ben een aanvaller. Dus wat ik ga doen. Cristiano Ronaldo met de paas. Vroeger had hij het in huis. Oh, volgende assist. Met een beetje geluk. Ik pak de bal af, bro. Wat doe je? Vier met Fernandes, bro. Ik heb 2 assists trouwens. Ik pakte de bal wel lekker af trouwens hier. Kijk hier. Ah, dat doe ik lekker. Hey, luister dan. Als ik zo speel, dan maar... Nee, maar geloof me, als ik speel als rechtsbuiten met deze snelheid die ik nu heb. En ik ben een 75 algemeen, hè. Als ik een 80 ben, ben ik niet te stoppen. Dan heb ik de snelheid van de duivel. We winnen met 5-0 van Norwich. Weer een goede wedstrijd van mij. 2 assists. Geen doelpunt. Dat niet. Maar maakt niet uit. Dat komt weer goed. Mag ik alsjeblieft spelen als rechtsbuiten? Dan ga je pas zien wat ik kan. Kijk, dit is wat ik wil zien. Spelen van de wedstrijd. Plus 15. Dat betekent ik mag trainen. Oké, maar als ik een basisspeler ben, moet je me wel spelen als rechtsbuiten. Oké, dat is waarvoor ik ga vechten nu, man. We gaan even trainen. Even kijken. Level 25. 4 skillpoints erbij. Maar we zijn dus bijna een basisspeler. We gaan naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Newcastle United. Wat is dit? We staan op plek 2 trouwens. In de competitie. Wacht even. Het verschil met Liverpool is te veel. Welke positie? Weer rechtsback. Maar ja, aan de andere kant. Hoe ik nu speel. Maakt het me eigenlijk niet uit. Ik ben te snel. Ik ben te snel voor iedereen, man. En ik ben een 75. Ik heb snelheid moeten inleveren. Jullie zagen dat net. Slijding. Ja, ik was daar. Geen penalty. Kijk die snelheid van mij. Kijk die snelheid. Bro, laat me gaan. 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 Ik ben een demon. De voorzet is minder. Ik had misschien... Iets te lang gewacht. Isaac. En Isaac gaat. Isaac gaat als je schiet. Ik was wel daar. Man, ik was wel daar. 1-0 achter tegen Newcastle United. We gaan onze tweede plek inleveren als we niet minimaal gelijk spelen, man. Gaan verdedigen. Afgepakt. You know, when Ronaldo is on the pitch, we tend to think he'll we zijn er langs. Cristiano Ronaldo. What in particular do you expect to see from him this time around? Ronaldo, dat is de... Nee. Aha, nee. Isaac. Overname. Daar is de kans. Cristiano Ronaldo. Daar is de paas. Ik ga het doen. Nee, ik doe het niet. Ik geef hem op. Sanchez. Lekker. Eigen doelpunt. Anthony. Cheers, Alex. Plenty of support here. Wauw, wat een redding van die keeper! Hé, hey, dat is een... 10 minuten, jongens. 10 minuten. Ik speel als rechtsbuiten, volgens mij. We hebben zoveel pech, man. Upamecano, my guy! Je pakt de bal af en je laat... Ga niet verliezen. Ga maar, Anthony, ga maar. Hé, Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo, ik was open. Ik was open. Maar aan de andere kant, weet je, we spelen als rechtsback, dus... Plus 15, dat is goed, man. Ik speel als rechtsback, dus ik ga niet eens... Weet je, het is wat het is. Stop, stop, stop. Mag ik trainen? Summerfield, de Nederlander, naar Fortuna. Hij is terug naar Nederland. Even snel trainen, jongens. Oh, ik kan niet eens trainen. Coach, Ten Hag. Heb je een probleem met mij nog steeds dan? FA Cup, volgende ronde. Leicester City. En ik speel als spits. Oké, beter dan rechtsback, jongens. 1-1. Ik ga Ronaldo vervangen. Maar alles is goed nu tussen mij en Ronaldo. Dus dit is anders. Ik moet gewoon scoren. Waarom niet als... Weet toch, doel scoren. 1-1. FA Cup. Snelheid. Kan je aan de kant gaan? Dan kan ik... The owner of the blue car registration, BG... United have it once again. Please turn your lights off. Wow.
And tremendous individual skill. Goretzka. Goretzka, ik doe alles voor niks. Mijn controle over de bal is Messi-achtig. Bruno. Bruno, ik wil andere passes van jou. Dat is de pass. Schiet dan. Echt een doelpunt. And that wasn't part of the plan. A known goal it is. And no wonder. Hier eigen doelpunt. Nee. Bruno, wacht even, Bruno. Bruno Fernandes. Oké, we gaan aan de slag. Fine United move in the making. Oh, he's gone for goal. Ah, dat schot is niet goed. Maar afstandsschoten zijn natuurlijk een stukje minder. Oh, he's left his marker for dead. Kort toe, bro. Hey, die redding. Dat mag niet, maar zo'n redding. Geef me die bal. Open. Ik hoef niet meer te scoren. Zag je die voorzet? Op maat. Hou op, man. Let op. Kijk die voorzet van mij. Op maat. Kijk hier. Ik lijk wel Tadic. Goretzka. Wauw, wat een aankoop, man. Ndidi. Sowieso voor Fred, hè? Want Fred, ik zei het vorig seizoen al, Fred is de zwakke schakel. Jullie hebben wel een mooie aankoop gedaan, man. Wat een actie. En dan word ik geblokt op zo'n kinderachtige... Ik had bijna die hele verdediging ontmanteld. Doesn't want to lose his cool here. Onze bal, hij kan niet de perfecte pa... Bro, voor wie is die pa... Oh, wat actie! Oh! Die bal... Ik krijg die bal niet van mijn voeten. Bro, ik heb een beeld gemaakt die in de buurt komt van Messi. Hou maar op. Dat komt volgens mij door die perk, hè? Ik heb die ene perk. Kijk hoe makkelijk het gaat, bro. Hou maar op, man. Deze beeld... Ik wil niet eens spelen als spits meer. Ik wil spelen als rechtsbuiten. Luister dan. Dat gaat niet gebeuren meer, denk ik. Ze houden het lekker breed. We wachten op een mogelijkheid. Die gaat er niet komen, sterker nog, ze gaan... Oh, De Gea! Oké, we krijgen gewoon de bal niet meer, hè. Even kijken, wat kunnen we doen? 4-2. And just 5 minutes remaining. Oh, managing to beat him. Oh! Well, no luck in terms of finding Anthony. Anthony, over de verdediging heen. And a good-looking ball. Wat een paas! Zag je die paas van... Hey, ik wil niet scoren meer eigenlijk. Bro, ik wil niet meer scoren, man. Kan ik het weer doen? And played in. Vorig seizoen was ik de topscorer. Dit seizoen word ik de koning van de assist, sowieso. Nog één keer. Hier, aannemen en dan op maat. Casemiro zelf, hè. Casemiro doet het. Scheidslijn maar af, man. Wat een wedstrijd. Ik heb volgens mij sowieso minimaal 2 assists, maar misschien wel 3. Ik weet het niet meer. Maar ik heb volgens mij nog niet gescoord. Ik wil even kijken. Plus 25. Ja, er is eigenlijk volgens mij niemand die het beter doet dan mij weer, hè. En ik ben niet eens een spits. Even kijken. Ik heb nog niet gescoord, nee. Ik heb nog niet gescoord. Maar ik ben bijna een basisspeler. Ik ben... Bro. Jawel, ik ben een... Zomaar, ik ben een basisspeler. Oké. Laat me dat spelen als rechtsbuiten voor de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Southampton. Ik kan niet geloven hoe goed ik... Ik ben bijna geen basisspeler meer. Luister dan. Ben ik een rechtsbuiten, alsjeblieft. Oké, nu is het klaar, hè. Ja. We beginnen in de basis, jongens, als rechtsbuiten. Ik heb er zin in, man. Ik ga gewoon meteen beginnen. Eerste wedstrijd als rechtsbuiten. Eerste wedstrijd in de basis na lange tijd. Southampton aan de bal. Aribo met de pass. De Gea! Wat? Oké, luister. Dit is niet wat ik wil zien, hè. Ik ga naar voren, ik ga die counter plaatsen en dan gaan we gewoon afmaken. Ik heb nog steeds niet gescoord. Ik ga die counter plaatsen. Vandaag niet. Ronaldo, Christie. Well, that's how to do it, inside your own penalty area.
Oh, big chance. It's got to be. Doelpunt is een feit en deze snelheid is bijna illegaal. Ik ben zo snel, ik wist niet eens wat ik moest doen toen ik 1 op 1 de keeper was. Eerste doelpunt in 3 wedstrijden, maar bro, ik heb 5 assists al om mijn naam. Now, what can they do from en een here? Balletje afpakken kan ik ook. Happy to take on the shot. Oh, yeah, je kan er nog steeds. Christy. Ah, maar Bruno, je had me, laat me even die ruimte ingaan. Oké, klaar. Klaar, ik ben weer te snel, jongens. Well, it could be on for him here. It's gone in. Well, they're really in the mood. Can they be? Ik ben de nieuwe Messi. Ik ben de nieuwe Messi. Vanaf het moment dat ik een 80 algemeen ben, is het klaar, man. Dan moet ik alle prijzen pakken. Ik ben te snel. Hey, hoe, dit gaat toch gemakkelijk? We gaan voor de hat-trick. We gaan voor de hat-trick. We gaan voor de hat-trick. Dat is de pas. Ah, oké, we moeten wachten tot de tweede helft. Jammer, jammer, jammer. Ik zie die counter al, ik zie de counter. Ik zie een doel, nee, ik zie de counter. Well, many have wondered if they would get it over the line in terms of the deal. They've succeeded, Stuart. Yeah, I like the look of him. I think it's a good move for both him and the club. Let's hope he makes an impact fairly quickly. Oh, Stuart, they've got to score! What the? Zag die blok van die? And he takes it on. Ah! The keeper. Kom op, ik heb een 6.9 pas. Onze specialiteit, jongens. And crossed in the direction of the back post. Having won the ball back, they might be able to profit. Well, he keeps going. Oh, actie! Actie! Reactie! Hou op! Kom op, man. Nog 20 minuten te gaan. Hey, hey. Oké, okay, counter! Defending. Racing forward, trying to catch juist, them out. Juist. Maar ik ben de man van de passes nu, jongens. Ik ben de man van de passes nu, man. Ik ben gewoon de man van de passes nu. Ik weet het. Ik ben gewoon de man van de passes nu, jongens. Ja, toch. De man van de passes ben ik nu, man. Ik had zelf kunnen schieten. Ik weet het. Maar ik word de koning van de assist. Ik word de koning van de assist nu, man. Ik kan nog steeds gaan voor de hat-trick trouwens. We're inside the final quarter of an hour now. Zo, dubbele dekking van Southampton. Oh nee. Lekker. Ah, meteen geven. Maakt niet uit, ik krijg de bal wel. Bruno! Wat een pas! Ik heb niet gedrukt. Recht op de keeper! Ik had hem niet gevraagd. Dat deed hij zelf, dus ja. Casimiro, verliest hem aan. Een soort van Tapia. Wil je dat echt doen op het middenveld? Oké, wacht even. They've had complete control for most of the game. Their movement, clever pass. Ja, we gaan hem afpakken. Kom op! It's been a really good win for them. En de... Oh man. Niet om mij geven. Ja. Hey, hey! Ronaldo! Nee! Ronaldo! Ik was nog niet klaar voor die bal! Wacht even. Pak hem maar, pak hem maar. Bro, what the... Ik ga echt geen hat-trick maken, ben je serieus? Eén kans heb ik nodig. Eén kans nog, oké? Okay? Eén kans, alsjeblieft. Geef me nog één kans. Oh, he's given dat is de us kans away. Die ik nodig had. Yeah. Ik heb geen stamina meer, my guys. Maar gaat... his run. Can he put it in? Ik heb het verpest. Maar het maakt niet uit, man. Het maakt niet uit, man. Ik ben sowieso weer de beste speler van het elftal. Sowieso. Oh, mooie beelden. Ronaldo en Dueninho. Ja, man. Ja, man. 2 doelpunten, 1 assist. Ronaldo, 1 doelpunt, 2 assist. Het moest zo zijn. Hij is wel de speler van de... Ah, jammer. Ik dacht dat ik het was, man. Min 15. En ik mag dus niet trainen. Maar dat is toch...
Wauw. Ik ben dus een wisselspeler voor de volgende wedstrijd. Ja, oké, het is wat het is, maar ik heb mijn best gedaan. Ik kan niet trainen. Even kijken, welke plek? We staan op plek 4. Wat hebben we al gedaan dan? We hebben punten laten liggen. Ja, we hadden gelijk gespeeld, hè. Anders hadden we 53 punten waarop... Oké, het verschil met West Ham is 1 punt. Evenveel punten als Manchester City. We zijn wel lekker bezig. Oké, ik verwacht niet dat ik in dit lijstje sta trouwens. Maar ik wil even kijken. Ronaldo met 17, de topscorer. Moreno, wie is Moreno? 14 doelpunten, ik ben daar zeker niet. Niet hier, maar wel misschien aan de andere kant. Misschien al. Misschien nu al. Ja toch, jawel, wacht even. Ik had waar ben ik? Ben ik er niet? Ah. Broski, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. En Mautski.